BNP Paribas Fortis stelt voor. Het gaat mij zeker niet over politiek, correct of niet, maar het zal u niet ontgaan zijn dat er de afgelopen jaren al flink gedebatteerd is over Zwarte Piet. Vorig jaar stond er vanaf de intrede van Sinterklaas, half november, tot en met Sinterklaasdag zelfs, dat is ook zelfs een dag daarna, stond er elke dag wel ergens een opiniestuk. Ik heb gemerkt dat het ook tot verhitte debatten kan leiden op onschuldige bijeenkomsten als verjaardagsfeestjes en dergelijke. Dus er moest wel iets gebeuren en ik denk dat de tijden ook dermate veranderd zijn, de samenleving dermate veranderd is, dat er wel eens iets mocht gebeuren. Het zou van een soort arrogant oude mannen denken getuigen als we zouden zeggen, weet je, die dag Sinterklaas was van in 1992. We hebben toen beslist dat Zwarte Piet er zo zou uitzien en over ons lijk dat daar ook maar iets aan verandert. Dus het is niet meer dan normaal dat ook Sinterklaas en Zwarte Piet wat mee evolueren. Dat is ervoor ook gebeurd. Dus het in de zak stoppen van stoute kinderen, wat wij nog hebben meegemaakt, die werden dan ook garmen meegevoerd naar Spanje. En dat was maar de vraag van, komen die ooit wel terug? Zo ja, hoe? En hoe mentaal gebroken voor de rest van hun leven? Dat waren afschrikwekkende beelden die ons werden voorgespiegeld. Lijfstraffen door de Sint. Dat is ook nog, dat is iets ouder, maar dat is ook nog niet zo lang geleden. Dus dat is allemaal veranderd. Godzijdank. Nee. Dus nu is er weer een bescheiden stap gezet, want ik denk, we moeten het ook niet overdrijven. Ik merk dat er hier en daar wel eens, om het luchtig uit te drukken, wat bezorgd wordt gereageerd op Facebook en aanverwante riolen. Maar de wijzigingen zijn nu niet geweldig spectaculair. Het gaat over details. Bovendien is ook gebleken op die tests, ze hebben die kinderen allemaal uitvoerig ondervraagd, er is geen enkel kind dat daarover heeft gerept. Van oei, Zwarte Piet ziet er anders uit. Dus nee. Die accepteren dat vanaf minuut 1. Ja. En dat heeft te maken, denk ik, met het feit dat de personages in het verhaal overtuigend zijn en geloofwaardig. En dan komt de rest vanzelf. Ja. Dus het is ook niet zo dat aan de essentie van het Sinterklaas gegeven dat we daar aan hebben getornd. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be.